Uit Groningen, Henk Kuiper, en ondergetekende, uitgenodigd door de regering van Nieuw-Zeeland om Creative Nieuw-Zeeland, om in het Auckland Festival samen met internationale collega's te komen kijken naar het aanbod, het werk van de Nieuw-Zeelandse podiumkunstenaars, maar ook beeldende kunstenaars. En in een van die showcases kwam ik het werk tegen van Perrault en Louise Poticari. Hoe zeg ik dat goed? Ja, ja, volgens mij. Kijk eens wel, ja, dat is een tijdje terug. Zeker dat is alweer wel. Bijna 2 jaar terug. Of nee, vorig jaar maart was het. Nee, het is langer terug. En daar was ik wel door gecharmeerd, met name door de combinatie. Dus de combinatie van een performance. Louise die helemaal klei is heel belangrijk, hè, voor Maori. Het is natuurlijk ook een soil, de grond. Je ziet het wel vaker dat een uitgangspunt is. Ik was laatst in Shanghai, was ook wel grappig dat je dan ook als je over het Chinese porselein, dan zie je ook heel erg hoe tribal dat bepaald is. Eigenlijk de afkomst en de etniciteit die je terugziet in het aardewerk. Ja. En gebruiksvoorwerpen enzovoort. Nou, die combi, zij hadden een interdisciplinair, dus keramist Perrault, samen met danser Louise, een voorstelling gemaakt met klei als basis. En ik vond het een heel interessant gegeven. Ik heb die showcase gezien. Met andere woorden, ik heb niet de hele voorstelling gezien, maar wel een groot deel om een goede indruk te krijgen. En met name die combinatie, die vond ik erg leuk. En ook natuurlijk, we hebben een beeldende kunstgalerij. We hebben het nieuwe denken, zeg maar, hè, geïntegreerd denken vanuit het PEP-model. Zeker. Dus ik denk van, hey, hier liggen heel veel kansen om hier bijvoorbeeld Perrault te koppelen aan Nederlandse keramisten. En te kijken wat daar dan weer uitkomt. Ja, dat is een goed gegeven. Ja, Perrault is daar dus heel enthousiast over. En die vertelde ook dat jij had verteld dat er dan een foyer, en dat dat dan uitkijkt op die galerij. Ja, hè? Ja. Dus zij gaat ook 2 videoloops draaien in die expositie, buiten dat ze natuurlijk beelden gaat laten zien. En die trekken de mensen van het foyer. Dus eigenlijk ook als je naar buiten komt, je komt in die zaal, dat je eigenlijk meteen al dat werk ziet. En dus ook mensen weer triggert om naar de voorstelling te gaan. Dat ook een doorlopend iets is. En zo zag ze dat ook graag. Ja. Dus ik heb nu ook, want ik moet haar expositie inrichten, beloofd dat ik zeg, nou, dat komt helemaal goed. Dat is echt zo, bam, gaan we die videoloops draaien. Nee, maar dat is ook leuk. Want dat is heel bijzonder. Kijk, die beeldende kunstgalerij van ons. Het is altijd, daarom hebben we tijdens de verbouwing ook het transparante gemaakt met die ramen, zodat je vanuit het foyer het ook echt daadwerkelijk kan zien. Om die connectie te maken. Hè? Om het, eigenlijk is de galerij podium. Ja. Een podium voor beeldende kunst. Ja. En als wij zijn we in de breedte een podium. Voor muziek, voor dans, voor beeldende kunst, voor toneel, voor film. En we wilden de beeldende kunst veel meer betrekken als podium bij de andere activiteiten. Nou, en die voorstelling Kiri, waarin Perrault ook een rol heeft. Het is te lang geleden en het is een te korte showcase om precies te zien hoe het zich dat ontwikkelt. Er staan natuurlijk ook wel filmpjes op YouTube. Maar met name het actief hier samen met Perrault en andere keramisten werken aan, nou, hoe doe jij dat nou in Nieuw-Zeeland? En wat is dat dan, die soil? Weet je? Die klei uit Nieuw-Zeeland? Wat is dat anders klei? Dan? Ja. Is dat toverklei of zo? Ja. Dat leek me interessant. Samen met die dansvoorstelling toch ook. Ze hebben ook videoprojecties. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. Dus het is echt een multidisciplinair project. Ja. Ja, er komen er dus 2 ook in de galerij te hangen. Maar die heb ik maandag dus al. Die moet ik dan ook nog bekijken. Want 1 heb ik nog niet gezien. 1 staat online. Tenminste, die heeft ze gestuurd in een filmpje. En daarbij beschrijft ze haar werk ook. Ook haar werk gebruikt ze in de Nieuw-Zeelandse klei. Maar ook de structuren verwijzen we terug naar het Pacific. En ook de volkerentrek rondom die Pacific. Ja, nou, dus ik ben heel benieuwd. En daar, Louise die beeldt dat dan weer uit. Dus het is eigenlijk, moet je beide bekijken. Dus ze zijn eigenlijk, natuurlijk is het werk van Perrault, zou je autonoom kunnen bekijken. Maar voor mij was het interessant, die koppeling tussen die 2. In elkaar gekleefd. Ja. Ja. Nou, leuk. We zijn benieuwd. Ja, ik ook. Dus even kijken, uit.